Er loopt iemand rond het huis, herhaalde Danny dringend. Ik weet het zeker, ik heb voetstappen gehoord. Welkom, mooie lieve vrienden van de literatuur. Ik ben Michelle en dit is Verhalen in de Vensterbank. En we hebben deze week een vriend in de Vensterbank weer. Een, een hele bijzondere gastschrijver. We hebben namelijk een Internationale samenwerking deze week met Eva Linden. En Eva Linden is een uh, thrillerschrijfster, jonge doodschrijfster uit Vlaanderen, uit België. En ze heeft voor ons deze week een heel spannend verhaal voor, voorbereid. Ik zal er niet te veel over verklappen. Um, en we hebben trouwens deze week ook heel bijzonder een stemacteur uitgenodigd om het verhaal voor te lezen. Dus dat zal niet. Um, ik zelf zal niet het verhaal voorlezen, Eva zal ook niet het verhaal voorlezen, maar het verhaal wordt voorgelezen door Ilse Trevoort. Dus ja, het kanaal is aan het groeien en er gebeuren allemaal nieuwe spannende dingen. Hartstikke ja, leuk vind ik dat zelf, ik ben er heel blij mee. Um, ik ga jullie nu, nu overgeven aan Eva. Hallo lieve volgers van verhalen in de vensterbank. Mijn naam is Eva Linde. Ik ben net 29 jaar oud geworden en ik woon in de mooie Vlaamse Kempen. Ik ben de auteur van onder andere de thriller Weerwolven van Warijn en daarom is mij gevraagd of ik voor de week van het spannende verhaal een korte thriller voor jullie zou willen schrijven. Dat heb ik gedaan. Het verhaal heet De Indringer en het gaat over een gezin dat bedreigd wordt door een indringer. Het idee voor het verhaal heb ik gekregen door mijn kat Ainsa, die wel vaker een inspiratiebron is voor mijn verhalen. Ik wens u alvast heel veel plezier met mijn kort verhaal en wie weet, tot binnenkort. Dag! U gaat luisteren naar het verhaal De Indringer, geschreven door Eva Linden, voorgelezen door Ilse Tervoort. Mam. Er loopt iemand rond het huis. Binti werd uit haar hazenslaapje gewekt door haar zoon Danny. Maar zijn onheilspellende woorden drongen niet meteen tot haar door. Wat is er? mompelde ze slaapdronken terwijl ze in haar ogen wreef. Buiten was het schemerig, want de nacht was in aantocht. Er loopt iemand rond het huis, herhaalde Danny dringend. Ik weet het zeker, ik heb voetstappen gehoord. Dennis' woorden waren nog niet koud of Binti hoorde het geluid ook. Zachte voetstappen die voorbij het huis liepen en die onmogelijk van Binti's man Marcel konden zijn. Ten eerste waren ze veel te zwaar en ten tweede zou Binti die van haar man meteen herkennen. De indringen probeerden duidelijk stil te zijn, maar dankzij haar gevoelige oren kon Binti hem of haar alsnog horen. Daar gaan we weer, dacht Binti hardop. Het leven was niet makkelijk voor het gezinnetje. Dat was het nooit geweest. Ze hadden altijd in armoede geleefd, net als zo vele in deze moeilijke tijden, waarin de wet van de sterkste gold. Bovendien woonden ze in een gevaarlijke buurt, waar ze voortdurend op hun tellen moesten passen. Dit was niet de eerste keer dat er indringers op hun terrein kwamen, op zoek naar iets te rapen. Eerlijk gezegd was Bint er al lang aan gewend geraakt dat ze regelmatig in gevaarlijke situaties terechtkwam. En daarom wist ze precies wat ze nu moest doen. Haal je zusjes, droeg ze Danny op. Maar wees stil. Misschien gaat die indringer gewoon weer weg als hij of zij denkt dat dit huis onbewoond is. Danny sloop stilletjes naar de plek waar zijn jongere zusjes lagen te slapen. Danny was de oudste van de bende en zijn vier zusjes heten Fien. Maya, Indi en Elise. Heel even vroeg Binti zich af waarom ze in vredesnaam zoveel baby's had gekregen terwijl het leven zo onzeker was. Er deden geruchten de ronde dat er regelmatig iemand verdween in het kettel waar ze leefde. Maar niemand wilde er echt over praten. Het was een beetje een taboe geworden. Binti's gedachten werden ruw afgekapt toen ze het gekras van scherpe nagels op de buitenmuur hoorde. Er liep een rilling van angst over haar rug. Maar ze twijfelde er niet aan dat haar man Marcel de deur goed afgesloten had. toen hij daar straks vertrok. Dat deed hij immers altijd. Hij wist hoe gevaarlijk het was in hun buurt. Ze waren veilig. Althans, voorlopig nog. Het gekras van de nagels hield op. En Binti stelde zich voor dat de indringer een rondje om het huis liep. Gelukkig had hun sterk verouderde huis geen ramen waardoor de indringer naar binnen kon kijken. Er was alleen een deur vooraan en eentje achteraan. Godzijdank waren beide deuren erg laag en smal. Zelfs Marcel en Binti moesten zich bukken om er doorheen te lopen. Zou de indringer erdoor passen? Waar is papa? vroeg de kleine Elise met haar piepstemmetje. Ze was de kleinste van het stel, maar dat maakte haar niet minder opmerkzaam. Kom papa niet naar huis? Binti schrok van de woorden van Elise. Ze had er nog niet over nagedacht wat er zou gebeuren als Marcel thuis zou komen. Wat als hij niet vermoedend langs voorkwam en werd opgemerkt door de indringer? Binti hoopte maar dat haar man voorzichtig zou zijn en zich niet zou laten pakken. Waar is papa? herhaalde Elise ongeduldig. Ze sprong in haar moeders armen en was opeens wel heel dichtbij. Binti kon haar warme adem op haar gezicht voelen. Papa is buiten, fluisterde Binti terwijl ze haar oren spitste. Ze hoorde geen enkel geluid meer buiten. Zou de indringer weggegaan zijn? Papa is een poosje geleden vertrokken om eten te gaan halen, legde ze uit aan Alice. In deze tijden was er weinig voedsel, zeker voor arme drommels als zij. Het gebeurde wel eens dat het gezin moest zien te overleven met niet meer dan een stuk oud brood of een halve appel. Het waren moeilijke tijden, maar gelukkig hadden ze elkaar. Ii! Gilde Fien opeens. Gealarmeerd keek Binty op en zag tot haar schrik een gedaante opdoemen aan de andere kant van de voordeur. De ingedringer was erg donker, sterk behaard en enorm groot. Het leek wel een reus in vergelijking met de tengere Binty. De ogen van de indringer stonden woest. Er zat zelfs een zekere bloeddurst in. Binti vroeg zich angstig af wie deze indringer was en of ze hem of haar iets hadden misdaan. Had Marcel voedsel gestolen van hem? Of hadden de kinderen iets stuk gemaakt op zijn terrein? Het maakte allemaal niet uit. Ze konden er nu toch niks meer aan veranderen. Binti liep langzaam achteruit tot ze met de rug tegen de achterkant van hun huisje stond. Ze hield haar kinderen dicht bij zich en vroeg zich af wat ze in vredesnaam moest doen om haar gezin in veiligheid te brengen. En waar bleef Marcel? De indringer snoof luid en bleef door de deur naar binnen kijken zonder actie te ondernemen. Hij was zo dichtbij dat Binti zijn doordringende lichaamsgeur kon ruiken. Binti voelde haar dochters trillen van angst. Haar eigen hart bonkte in haar keel en ze voelde zich misselijk. Waar was Marcel? Op dat moment haalde de indringer uit en greep woest door de opening van de voordeur. Maar het gat was te klein om hem door te laten. Gelukkig had Danny een paar minuten eerder zijn zusjes weggehaald uit hun slaaphoekje, anders had de indringer hen zonder twijfel te pakken gekregen. Nu waren ze nog veilig. Maar voor hoe lang? De indringer schraapte met zijn nagels over de muur en probeerde het deurgat groter te maken zodat hij er doorheen zou passen. Toen voelde Binti een windvlaag langs de achterdeur komen. Haar hart sloeg een slag over tot ze zag dat het Marcel was die kwam binnengestormd. Hij had een stuk cake met zich mee dat hij bijna liet vallen, omdat hij zo snel moest zijn. Papa! riep de kleine Elise uit terwijl ze uit Binti's armen sprong. Kijk, er staat iemand buiten. Met ogen vol verwondering wees ze naar het deurgat dat de indringer nog steeds groter probeerde te maken. Het kleintje had geen flauw idee in wat voor gevaar ze zich bevonden. Gelukkig maar. Ik weet het, hijgde Marcel terwijl hij Danny een knuffel gaf. Ik zag die indringer staan toen ik thuis kwam met het eten. Gelukkig ben ik langs achter naar binnen kunnen glippen. Nou, pap, ik weet niet of dat zo'n slimme zet van je was, zei Danny opmerkzaam. Nu zitten we alle zeven in de val. Maak je geen zorgen, jongen, probeerde Marcel hem gerust te stellen. We vinden wel een oplossing, zoals we tot nu toe altijd een oplossing gevonden hebben. Marcel aaide zijn zoon over zijn hoofd. Binti deed haar best om te kalmeren. Paniek had nog nooit iemand geholpen, integendeel. Ze liep naar het voedsel dat Marcel had meegebracht, en de heerlijke chocoladegeur van de cake drong haar neus binnen. Misschien kon ze iets eten terwijl ze nadachten over. Ah! Elise en Fien begonnen luidkeels te krijzen. Met een ruk draaide Binti zich om terwijl ze het stuk cake tot kruimels kneep. Voordat ze kon zien wat er gebeurd was, gilde Fien: De indringer heeft Indi te pakken! Binty snakte naar adem en liet de restanten van de cake vallen. Intussen gilde Indi als een speenvrakken terwijl ze bij haar nekvel naar buiten gesleurd werd. De indringer had een vieze klauwen in haar geslagen en was niet van plan haar te laten gaan. Hoe hard Indi ook trappelde om los te komen. Help me, brulde Indi terwijl ze een stuk verder door het deurgat naar buiten getrokken werd. Binty was verstijfd van angst. Desondanks dwong ze zichzelf om naar voren te lopen. Samen met haar drie andere dochters probeerde ze Indy los te rukken. Maar de indringer was te sterk. Vanuit haar ooghoek zag Binti haar man via de achterdeur naar buiten stormen. Een paar seconden later deinste de indringer achteruit. En Binti besefte dat Marcel een levensgevaarlijke poging deed om een dochter te bevrijden. Danny op zijn beurt rende vliegend vlug naar de klauw en zette zijn tanden er diep in. De typische ijzergeur van bloed walmde Binty tegemoet toen Danny de huid van de aanvaller openreed. Die brulde van pijn en woede door de brutale aanval, maar liet een wild trappelende indien niet los. Dat gebeurde echter wel toen Marcel zich langs de achterkant op de indringer stortte. Binti zag hoe haar man de aanvaller probeerde te raken waar hij maar kon. Na een aantal zenuwslopende seconden werd Indy eindelijk losgelaten. Danny pakte zijn zusje stevig beet en trok haar terug naar binnen door de kapotte deur. De indringer had nu alleen nog oog voor Marcel, die wegrende van het huis in de hoop de aanvallen mee te lokken. In een paar passen had de reus van een indringer hem echter ingehaald en tegen de grond gewerkt. Voordat Marcel iets kon doen, haalde de aanvaller uit en brak de nek van Marcel alsof het niets was. Felix, nee toch? Heb je er alweer eentje gepakt? klonk een luide mensenstem vermanend. De indringer gluurde nog een laatste keer door het deurgat naar binnen met een zelfverdane grijns. Binti sloot haar zoon en dochters in haar armen, terwijl het geluid van Marcel's nek, die brak, door haar hoofd bleef echoen. Een droge snik ontsnapte aan haar keel. terwijl ze de indringer diep in de ogen keek. Daarna pakte hij de arme Marcel op en droeg hem weg. De buit was binnen. Verslagen plofte Binti neer in een hoekje van de kamer. Fien, Indy en Maya waren aan het huilen. Elise keek niet begrijpend toe met gefronste wenkbrauwen. Ondertussen likte Danny de verwondingen die hij had opgelopen tijdens het gevecht met de indringer. De muizenfamilie was alweer een gezinslid armer. Ik hoop dat jullie genoten hebben van mijn verhaal. Als jullie graag meer verhalen van mij willen lezen, dan kunnen jullie terecht op mijn Facebookpagina, Instagram of op mijn website. Bedankt om te kijken naar mijn filmpje en hopelijk tot snel. Hartstikke bedankt voor het luisteren naar dit verhaal. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Laat een comment achter, laat een like achter. Uh, vertel erover aan een vriend of vriendin, een moeder of een schoonvader, een oom, een buurvrouw of een collega. En nou, vergeet niet je te abonneren op dit kanaal, want we hebben jou er graag volgende week weer bij. En als je nou meer wilt weten over Eva van der Linden, kun je kijken op haar website, op haar Instagram. Uh, ze heeft heel veel andere boeken nog geschreven, dus ga die lezen. Ga daar naar kijken, ga daar naar op zoek. Voor nu een hele fijne dag en een hele fijne week, en ik zie jullie volgende week bij het volgende verhaal. Doei! doei.